ben pastoor Jack Glas, sinds een jaar pastoor in deze federatie, deze parochiefederatie, de Clara en Franciscus. De kerk hier is Petruskerk in Roelofarensveen, is een van de twee parochiekerken. Dit is een icoon van de Heilige Drie-eenheid. Ik heb het icoon gekregen van een zuster die mijn geestelijke begeleidster was in de tijd dat ik bezig was met het overwegen of God mij riep om priester te worden. Ik woonde toen in de Verenigde Staten. Ik heb elektrotechniek gedaan, ik heb gewerkt in de elektrotechniek. En in de tijd dat ik daar was, ben ik op het spoor van God gekomen. En ook op het spoor van deze zuster die me in die tijd begeleid heeft. Eerst om werkelijk tot een levend geloof te komen. En later ook over de vraag van, ja, wat wil God van mij? Wat heeft God voor mij in petto? En dit icoon heb ik toen gekregen toen ik die keuze heb gemaakt, toen ik die stap heb gemaakt, toen ik met de priesteropleiding begonnen ben. Heel bijzonder was het toen die zuster ook hier in Nederland geweest is tijdens mijn priesterwijding. Ja. Juist deze icoon is voor mij van grote betekenis vanwege het feit dat ik die dus gekregen heb op het moment dat ik met mijn priesteropleiding begon. Maar aan de andere kant is het ook de icoon van de Heilige Drie-eenheid. De congregatie waar ik begonnen ben in eerste instantie was ook de... Het is de Missionary Servants of the Most Holy Trinity, van de Heilige Drie-eenheid. Ik zie hier in dit icoon ook een uitnodiging om steeds meer tot het goddelijke te komen, steeds meer God te leren kennen, en ook steeds meer dat leven te vinden waar we geluk en vreugde kunnen hebben, ondanks alles wat we in ons leven ook tegenkomen. Het is toch wel heel bijzonder, als ik nu ook terugkijk op de laatste jaren, terugkijk wie ik nu ben, waar ik nu ben, dat ik toch eigenlijk veel meer voor elkaar heb gekregen dan dat ik ooit voor mogelijk had gedacht dat mogelijk zou zijn. Ja, ik denk dat dat komt door de hulp van God en door de hulp van de Heilige Geest. De elektrotechniek is zeker niet weg. Ja, ik ben niet meer met de specialisatie bezig wat ik ooit gedaan heb. Ik werkte mobiele telefoons en wifi en bluetooth en dat soort dingen. Maar de passie is er nog wel. Ook met gadgets, hè, mijn smartwatch en dat soort dingen. Ik vind het nog steeds leuk. Maar ik ben blij dat ik nu met God bezig ben.